bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Morgen. Goedemorgen. Vertel. Wat we gaan weer zondag. Het is vandaag weer naar de Bluepointen. Oké. Weer de open dag. Juist. Dus. Andere kant. Ja, heb je goed vast bij je? Wat? Heb je goed vast bij je? Ja, ik moet hem op de clipruimte even schoon spoelen. Oh ja, oké. Want het is nog water van gisteren. Oeh, dat is natuurlijk wel, ja. Ja, dus dat moet ik even. Ja. In de clipruimte. Wacht, ik giet hem hier al leeg. Ja, oké. Want dan heb ik daar geen. Oeh, dat gaat weer lekker. Nou, heb je even naar kom, we gaan fietsen. Wacht. Ja, je kunt al die topper afhalen. Ja, dat ga ik nu ook doen. Ja, ja. Ja, rust! Er is eentje zenuwachtig achter ons. Oh, die wil dat we zo graag gaan. Ja, die wil ons gewoon niet meer hebben thuis. Die, oh, schandalig. Echt niet normaal. Het is echt schandalig. Oeh. Nou, stap op je ijzeren paard. Ja, doe ik. Dit keer niet op mijn hobbyers en niet op mijn echt paard, maar op mijn ijzeren paard. Ja, jongens, we staan ook. Ja. Nee, niet waar. Nee. Let's go. Zo, dan fietsen we weer. Ja, ja. Lekker fiets weer. Ja, het is wel koud. Ja, het is een beetje aan de koude kant. En nu, kijk, iedereen die wel fiets, die heeft wel, als je gewoon een beetje wind in je neus krijgt, als wel, dat het dan echt hier helemaal gaat kriebelen. Oké, en daar heb je last van? Ja, dat is echt vervelend. Okay, ja, dat kan. Dan ga ik de tranen. Ja. En jij, hebben we achter ons ook nog iemand fietsen? Ja, Son die fietst ook. Oké. Met die blauwe handschoenen. Juist. Let's go. Yes. Oké, nou, we lopen hier in het stadshart. Papa is nog steeds gewoon bij de trein hoor. Maar wij lopen wel even hier, omdat we even bij de Heemarkt gingen kijken, omdat hij weggaat. Dus wij waren daar heel even kijken. En we gaan even wat eten halen, want het is ook volgens mij al 1:30. Volgens mij nu al. Dus we zijn laat, maar dat maakt niet uit. We gaan alsnog even eten halen. Even kijken, waar gaan we precies eten halen? Bij de snackbar. Bij de snackbar, lekker makkelijk. Lekker ongezond. Dus let's go. Handig filmen, maar we zitten nu bij de Febo en we moeten heel even wachten. Ik heb een kaasvlieg genomen met broodje. En wat heb jij? Een broodje kipcorn met chilisaus. En papa die wou gewoon twee hamburgers, kroket. Broodje kroket. En dat was ja, toch? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet. Ja, toch? Rund? Maakt niet uit. Eén van die twee in ieder geval. We moeten heel even wachten en dan... hebben we ons lekker eten en dan gaan we dat snel opeten, want het is wel laat eigenlijk voor lunch. Maar oké, maakt niet uit. Ja, we hebben het eten. Kijk. Ja, nu moeten we nog terugwandelen. Let's go. Want Veo zit niet echt in de buurt van de treinen, dus we moeten nu nog helemaal terugwandelen. Maar daar hebben we benen voor, dus let's go. Nou, je bent weer terug van Stadshart? Ja, ja. Oké, ging het goed? Ja hoor. Heb je nog leuke dingen gezien? Nou, dat zie je wel in de video. Ja.
Thank you.
Ja, en zo blijf je maar bezig, hè? Ja, ja. Heb je het een beetje onder controle? Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk of het een beetje mee. Nee, gelukkig. Volgens mij gaat het wel goed. Ja. Ja. Alles komt nu tegelijk van de hand. Echt heel handig. Okay. Je moet even eentje langer stil laten staan zodat de ene weg is. Alles goed er. Nee. Nou, het gaat wel goed, hè? Ja hoor. Alweer thuis. Ja, ja. Kijk. Lekker in het zonnetje. Ja, het is echt warm nu. De hele dag is het koud. Ja. En nu? Is het lekker? Ja. Hoe hoog staat hij? Hij staat nu. Ja. Zoals je ziet heb ik 2 sprongen naast elkaar. Ja. Ik ga deze nu op 40 zetten. Oké. Of nee? Ik ga deze op 50, die op 40. Oh, de ogen ga je... Oké. Zet het zo. Ik sta even anders om, dan kunnen jullie beter zien. Nou, dan zien we het wel hoor. Ja, anders zit het met mijn rug. Oh, zo. Je moet hem iets dichter bij elkaar zetten, ja. Ja, maar dit heeft verplaatst het een beetje. Oh, hoe kan dat nou? Ja, dan 1,65 is die weer wat bijer. Omdat die scheef staat. Huh? Omdat die scheef staat. Ja. Wow. Het is geen mooie sprong, hè? Huh? Oeh, bijna. Het is geen mooie sprong. Nee, het is nog even wennen. Ja. Ook omdat ik probeer
een zweepje. Kijk, als ik die laat hangen, dan tik je de balk aan. Dan tik je de balk aan. Ja, het moet een... Maar ja, met zweep is extra handicap. Ja, ja. Oké, nu. Zonder zweep. Even omwisselen. En ik kan nu ook 60. Oh ja? Ja. Wow. Laat zien. Nou ja, neem geen risico's. Nee, nee, die kan ik. Vaak valt hij nog wel, dus... Maar... Ja, je moet iets aan de ene kant eronder leggen. Je moet gewoon iets aan de ene kant eronder leggen. Ja, hij staat los, hij wiebelt. Dus als je de buitenste paaltje iets onderlegt. Buitenste is niet. Nee, je hebt twee voetjes. Ja. En dan moet je het buitenste voetje, dan moet je wat onderleggen. Oh. Een steentje of iets. Ja, iets wat hoger, wat omhoog komt. Ja. Ja. Maar hij staat nu wel. Oké. Okay. Ligt er wat onder? 60! Oh! Ja, maar mijn stok. Dan moet ik mijn stok nog zo doen. En dan? Achterkant van het paard. Ja. Nou, 60 is nog even wat te oefenen hoor. Ja, ja, 60 is nog oefenen, want ik kan hem ook zo even doen. Ja. Oh ja, zo schuine. Ja, zo heb ik hem ook. Oh. Helemaal. Nou, je bent hier wel lekker bezig nog. Ja, goed oefenen. Ja, veel oefenen. Ja, veel ja. Maar misschien moet je wel je rechte stukken dan heb je niet zo'n bocht erin. Waar heb ik hier een rechtstuk? Gewoon in het weiland. Ja, ik heb daar een rechtstuk, maar... Ja, dan kan je dan springen zo de sloot in. Ja, daarom. Ja. Nou, kom moet daar naartoe. Ja, een andere keer. We gaan zo eten. Daarom. Kijk, ik in de tussentijd eventjes hoe het de vis is. Hé, hey, jongens. Ja. Oeh, jongen, het water is koud, man. Koud. Ja, ik kan wel begrijpen dat die nog een beetje voor pampers liggen. Het was natuurlijk vorige week lekkerder weer. Ja. Nou, die hebben nog niet heel veel zin, die vissen. Nou, dat kan ik wel begrijpen. Dat is natuurlijk ook allemaal wel erg koud. Terwijl je achter mij nog de paarden allemaal neervallen. Dus gaan we. Ik ga naar binnen. Ik vind het veel te koud. Checken. Moet die 42 er ook nog bij? Want huur, ik moet hem eerst kopen. En met een hotel kost het 4,50 als je erop staat. Dit is 4,80. Monopoly vals spelen. O ja? Maar het is zo goed vals spelen dat ik er geen moer van begrijp. En mij is met alles van jou. Monopoly vals spelen editie. Ja. Oké, okay. Dus je mag vals spelen. Als je een compleet kleurensetje koopt, kun je hotels gaan kopen. Nee, oh wacht even. Als je een compleet kleurensetje hebt... Wat is een kleurensetje? Als je ze alle drie zeg maar hebt. Oh, oké, dan hoeft dat dus maar niet. Dan mag je vals spelen. Dan kun je hotels gaan kopen. Nee, je mag altijd vals spelen. Oh, je hoeft niet te wachten tot je aan de beurt bent. Betaal de op het eigendomsbewijs aangegeven prijs van een hotel en zet het op één van je vakjes. Je mag maar één hotel per vakje kopen. Ja. Oké, maar dan win ik 240. Dan betaal ik 240. Oké. Zal ik het doen? Ja. Ik doe het. Wat hebben we gedaan? Je hebt ook de bank. Nee, de bank schuift eigenlijk met elke speler steeds mee. Oh, oké. Gevaarlijk. Hoezo? Ja. Ja, je mag vals spelen in het spel. Ja, maar dit mag je mag een vakje rijden. Oh, joh. Je mag een dobbeltruc doen, je mag een zakkenroller, je mag zonder vergunning en bankoverval. Oké. 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zo, dat is een dure. Blak. Maar als ik erop kom, dan zou ik 150 jaar betalen. 300. Nou, ik zie het al, jullie vermaken je wel. Nou, ik snap er alleen nog steeds geen moer van. Leuk hoor, zo'n spel. Oeh, 11. 11, ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, kans. Oh, is dat die? Ja, dat ging heel laat een ander ervoor opdraaien. Speel deze kaart wanneer je wordt betrapt op vals spelen en ontloopt de straf. Stuur dan speler naar keuze naar de gevangenis. Oeh, hij wil eens tweeën. Nou, ik wou zeggen, speler naar keuze. Wat een leuke speler naar keuze. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, een fonds. Hier. Wat is dat? Je krijgt 200 salaris. Als je erop staat. Nee, als je er langs gaat. Langs... Oh. Nou, oh, dat is leuk. Premiejager. Als je op hetzelfde vakje staat als een andere speler, stuur je hem haar naar de gevangenis en je krijgt 100 euro van de bank. Maar mag je die bewaren? Ja, ik denk het wel. Oké, dan bewaar je die. Oh, maar dat is echt gevaarlijk. Dat is vals. Dat is vals spelen. Oh ja, dat mag. Want het is Monopoly vals spelen. Niet zien. 1, 2, 3. Zo jongens, het is alweer avond. Ik wil even kijken. Kijk, ik was op zoek al naar je. Asja. Ja. Wat ben je doen, schat? Tekenen. Oké. Ja. Je probeert te tekenen. Nou ja, dit keer is het zo'n... Iedereen kent wel kleur op nummer, denk het wel. Ja, dat ben ik aan het doen. Ik ben een Mona Lisa aan het doen. Oké. En ik ben er echt net aan begonnen, zoals je kan zien. Dus... Ja. Oh. Met as. Ja, as komt erbij. Ja. Ja. Miauw. 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 Nou goed, heb je, hey, morgen in school? Ja, inderdaad. Ik hoor net dat de plaatsvervangende juf is. Ja, die hebben we sowieso op maandag plaatsvervangende juf. Dus okay. Daarom maakte ik me niet zoveel zorgen dat ik überhaupt morgen naar school ging. Ja. Ga jij liggen? Ja? In ieder geval, ik hoop dat je genoten deze video. Ik in ieder geval wel. We zijn natuurlijk lekker bij de trein geweest. En nu ga ik nog even lekker tekenen. En dan ga ik lekker naar bed. En dan tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!